Minecraft Lifehacks. Ze maken je wereld mooier, beter en geavanceerder. En op het moment is mijn kasteel nou niet echt up-to-date met deze technieken. Oftewel, gewoonweg slecht. Vandaag ga ik de meest bizarre lifehacks proberen, zodat ik de coolste speler van mijn survival word. Dan ben ik zelfs cooler dan Justin. Lifehack 1. Vinden jullie jullie poort ook zo ouderwets? Want jongens, die van mij, die is behoorlijk ouderwets. Dus voor mijn allereerste lifehack build... De hack, weet ik hoe je het wil noemen, ga ik mijn poort een keertje upgraden naar iets wat er mooi uitziet en ook nog eens gewoon goed werkt. Maar voordat we dat doen, moeten we eerst de oude bende weghalen. Het is heel gek om mijn poort zonder poort te zien. Maar dit gaat wel beter worden. Voor deze build heb ik namelijk endrots nodig. En dan kan ik daarmee, zou ik in principe gewoon zo helemaal naar boven en beneden kunnen bouwen. En het ziet er misschien een beetje gek uit. Maar ik denk dat het een hele fantasierijke, of ja, fantasy-achtige look kan krijgen. Want wat ik nu ga doen, is dit ook helemaal zo naar boven brengen. Dan krijg je een soort van lichtgevende palen. Ik twijfel alleen of ik genoeg heb. Ik denk dat ik even langs de end moet. Oh, ik heb inderdaad niet genoeg. Moet ik serieus helemaal in de end al die dingen gaan slopen zodat ik mijn lifehack kan laten zien? Het staat helemaal nergens op. Maar we kunnen hem nu wel afbouwen. Dat is wel mooi. En wat vooral het leuke hieraan is, jongens, het ziet er niet alleen ook nog best wel interessant uit, maar hier kunnen ook geen zombies en geen meuk en weet ik wat, niks kan hier doorheen lopen. Het is heel raar. Ik weet niet waarom het zo is, maar het lijkt een soort laser. En je denkt zo zeggen, nou, je kan er gewoon als een zombie of weet ik wat andere meuk doorheen lopen. Maar nee, dat doen ze niet. Of ik het mooier vind, dat weet ik nog niet zeker. We gaan het even aankijken. Maar het is wel een leuke lifehack. Lifehack 2. Voor mijn volgende truc heb ik hier een villager die hele prachtige, leuke... Wat verkoop je eigenlijk? Armor verkoopt. En stel, jij hebt nou zo een prachtig armorstuk zoals deze leren hoed. En je wil hem echt op een bijzondere manier laten zien. Dan kan dat. In glas. Daarvoor moeten we de vloer ietsje lager maken, zoals dit. Hoppa. Dan plaatsen we daarin een armorstand. En op de armorstand plaatsen we ons helmpje. Zat een beetje schuin. Maar kan gebeuren, maakt niet uit. Dan vervolgens willen wij er een blok in duwen. En dat kan natuurlijk door gewoon te zeggen... Hey ho, hey ho. Hoppakee. Slopen we die. Duwen hem nog iets verder. Duwen hem vervolgens nog eentje verder naar beneden. Zo. Kijk, dan zie je alleen nog maar het hoofdje zo. En dan zou je nu heel simpel glas kunnen plaatsen. Zo. 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 Hoppa. En dan heb je in één keer... een armor stand in glas, jongens. En dat is toch een iets bijzondere manier om te laten zien of om een beetje te flexen wat voor gear jij hebt, weet je. En dan kan je het veel leuker maken, veel meer opknappen dan hoe ik het nu gedaan heb. Maar dit is in ieder geval een hele leuke manier om het te doen. Mooie lifehack, hoor. Lifehack 3. Dit is mijn meest bijzondere lifehack. Het is namelijk abonneren. Want we hebben bijna de 150.000 abonnees. En liken. We gaan voor 3000 likes. Kom op, like even, alsjeblieft. Ik smeek het. Zie je dit te smeken? Like. Lifehack 4. Oké, jongens, ik sta hier in mijn prachtige eetkamer. Maar de bordjes hier zijn een beetje outdated. Ik vind een beetje oude bordjes, die kunnen wel even geüpdate worden. En ik hoop echt dat deze gaat werken. Want we hebben heel veel kans dat deze wel gewoon fout gaat, jongens. Maar we gaan het zien. Oké, voor deze moesten we wederom de vloer lager maken. Dan plaatsen we een armor stand plaatsen we hier. Een iron helmet plaatsen we erop. En dan zie je hem denk ik al een beetje aankomen, hè, jongens. Oeh, hij staat wel een beetje hoog, zie ik nu al. Kunnen we dit niet nog lager maken? Misschien met de red carpet. Is dit dan beter? Ja, dit kan nog wel eens beter zijn. Je kan hem al aanzien komen, jongens, wat hier gaat gebeuren. Dan duwen we hem vervolgens zo naar beneden. En dan moeten we dat nog één keertje doen. En dat is zo, hoppa. En dan kijken we, is het goed gelukt, een bordje? Nou, ik vind het op zich nog best wel goed gelukt, hoor, dit. Alleen, ik weet niet welke ik leuker vind, welke bordjes. Gewoon de grote pressure plate zo, of deze. Dit zijn op zich, nou, als je het zo ziet. Ja, je ziet alleen de trapdoor daar eronder. Of dat dingetje, de item frame, dat is wel weer jammer. Maar ik vind het wel een leuk klein bordje, een leuk klein detail. Laat maar even in de reacties weten welke jij leuker vindt. Gewoon de pressure plate of de lifehack armor stand bord. Laat maar even weten in de reacties welke jij leuker vindt. Lifehack 5. Nu we toch in de vibe zitten van het eten, jongens, is mijn etensvoorraadkast hier is wel echt een beetje outdated, hoor. Er zit een cookie in en een wortel, maar dat kan veel leuker. Voor deze hebben we wat campfires nodig. Dus als we dit allemaal weghalen en slopen aan de kant, jongens, sorry, jullie moeten weg. En dan vervolgens zo doen. Zo en zo. En dan allemaal uitzetten. Plaatsen we er wat deuren tegen.
liggen, zo. En dan tot slot bovenin nog mooie trapdoors, zo. Hoppakee, dan ziet het er misschien wat gek uit. Maar als je dan de deuren open doet, klopt het niet. Ik heb het fout gedaan. De bovenste moeten weg. En dan kan je daar vervolgens nog dit op doen, zo. Kijk, dan heb je letterlijk een klein kastje met daarin wat campfires. En dan denk je, waarom de campfires? Nou, want je kan op die campfires, jongens, kan je rauw vlees leggen. En aardappel en weet ik voor wat allemaal. En dan heb je letterlijk gewoon je eten zo klaar liggen. Het liefst heb ik zelfs nog de deuren weg. En dan wel gewoon groter, zoals dit. Dan zo'n kastje, zo'n deurtjes erin. Dat hoeft wat mij betreft allemaal niet. Maar op deze manier kan je wel leuk je eten gewoon kwijt. Dan moet je eigenlijk nog meer rauw vlees hebben. Hier wat visjes nog erbij, zo. Hoppa. Kijk dit nou. Dan heb je letterlijk gewoon een etensvoorraadkast. Hoe leuk is dat? En dan kan je hem zelf nog aankleden zoals je wilt. Maar dit design is in ieder geval echt leuk om te gebruiken in je eigen base. Of niet, Ender Dragon. Nou, het is zo mooi, hè? Lifehack 6. Heb jij altijd al eens een geheime kamer in jouw megakasteel gewild? Nou, nu kan dat gewoon. Want jongens, ik heb hier een perfect geheime manier gevonden. Je kent hem waarschijnlijk al. Om een geheime kamer ingang te maken. Ik heb hier natuurlijk een mooie rode vloer. En aan het einde daar heb je een soort gek raar blokje. En denk je, wat is dat nou? Dat is een shulkerbox. Als de ruimte daarboven maar 2 hoog is en je gaat erop staan en je opent hem dan, dan val je er doorheen. En dan denk je, waar ben ik nou? En dan ben je vervolgens gewoon in een mega geheime grote ruimte waar ik waarschijnlijk nu vast zit. Nee, op die manier kan je gewoon een leuke geheime kamer maken of een prank maken om je vrienden in een puzzelruimte terecht zien te krijgen. Alleen doe dan niet wat ik nu gedaan heb en dat is jezelf opsluiten tussen je verdiepingen in je kasteel. Want nu kom ik er waarschijnlijk niet meer uit. En dat is ook niet echt heel handig. Dus ja. Maar verder is het wel een leuke ingang. Lifehack 7. Jongens, soms vind ik mezelf een beetje een Picasso. Oftewel, ik ga hier een leuk schilderijshouder standaard dingetje plaatsen. En een leuk stoeltje erbij. En dan niet op de standaard manier. Maar op een leuke lifehack manier. Kijk. Een zelfportret van Berend op de achtergrond. Jongens, wat ik hier gedaan heb, is ik heb een simpel stoeltje gemaakt. Ik heb een trapdoor met een piston in een armor stand hier geduwd. En daar gewoon een painting op geplaatst. En toevallig is dit nou wel gewoon een leuke painting die een beetje op, ja, wat is het, fruit of natuur lijkt of zo. Hier links dat rode, daar rechts dat groene. Het past op zich wel, weet je. Dus het is gewoon een leuk portret van iemand die hier lekker buiten aan het schilderen was en zo. En dit kan je echt heel simpel toevoegen in je eigen basis. Ik zou zelfs wel dit soort dingen kunnen doen nu. Zo. Hoppa. En het een beetje levendig maken. Maar dat moet je helemaal zelf weten. Verder omheen de aankleding en zo. Dat mogen jullie lekker in je eigen survival doen. Maar dit is in ieder geval wel een heel leuk, ja, schilderij houden dingetje. Ik heb gewoon geen idee hoe je het noemt. Mooi lifehack weer. Lifehack 8. Jongens, ik heb hier toch een prachtig kampvuurtje staan. Maar hij is eigenlijk wel een beetje basic. Als ik deze nou eens weg zou halen. Oh mijn god, waarom duurt dat zo lang met de pickaxe? Als ik deze nou eens weg zou halen. Hieronder hem even plaatsen zo. Dan laten we hem iets lager gaan zoals dit. Om vervolgens hier deze te plaatsen. Nou, nu moeten jullie goed opletten, hè, jongens. Nu moeten jullie opletten. Kijk. Boom. Hoppa. Dan proppen we deze helemaal vol met boommeel. Dat komt toch? Deze kan je toch met boommeel vol proppen? Oh, ik dacht dat het met boommeel kon, maar blijkbaar niet. Maar nu heb je in ieder geval een soort stoofpannetje boven je kampvuurtje. Je kan hem zelfs nog, als je wilt, kleiner maken. Iets subtieler, dat misschien wat mooier is, weet je. Door misschien te zeggen, ik drop hem zoals dit. Hier. Nu zie je iets subtieler, weet je. En dan hier nog een beetje details zoals dit erin gooien. Zo, hoppakee. Kijk, dan heb je in ieder geval gewoon een heel prachtig, gezellig, ja, iets gedetailleerde kampvuurtje, weet je. En dan kan je de chaps in stoppen, weet ik voel dat normaal werkt. Ik dacht dat het met boomiel ging. Maar jullie ervaren Minecraft en snappen het natuurlijk allemaal wel. Ja, maar ik vind dit serieus een hele leuke toevoeging aan mijn basis, als je dit zo hebt. En dan kan je ook op meerdere plekken doen natuurlijk. En je kan het doen helemaal in je eigen stijl. Maar zelf zou ik zo het kleinst het leukste vinden ook. Als hij een beetje gewoon krap is zoals dit. Dat je hier met de mannen lekker je soepie zit hoe noem je dat, te koken? Een lekker soepie zitten maken. Lifehack 9. Oké, jongens, voor deze lifehack. Jullie kennen natuurlijk allemaal vast wel de lampionnetjes die je met bijvoorbeeld oud en nieuw in de lucht laat vliegen. En dan zie je ze nooit meer terug, weet je. Het leuke is, jongens, die kunnen wij zelf ook creëren. Maar dan in onze eigen wereld. Dus als we dit een beetje omhoog brengen, kunnen wij hier een heel simpel lampionnetje maken. En ik heb daar acacia trapdoors voor. Kunnen we zo en dan zo. Hoppakee. Juist. En hoeft er alleen nog maar eentje op. Op deze manier. Dan gaan wij er weer in. Gaan we naar beneden. Sluiten we hem. Halen we deze weg. Zo. Hoppakee. En dan heb je het enige wat je nog nodig hebt is een simpele lantern. Zo. En kijk, als we dit dan eens een keer weghalen en naar beneden gaan. Ja, jongens. Kijk, dan heb je een vliegend lampionnetje. Gaan we van afstand laten zien. Kijk. Dat is toch leuk, jongens. Dus imagine als je er nou meer van deze. Weet je, ik ga er even wat meer maken. Boom. Kijk nou hoe leuk dit eruit ziet. Wat een poepwerk om te doen, moet ik zeggen. Maar kijk al die leuke lampionnetjes. Dit is zo'n leuke toevoeging, vind ik. Het is echt alsof er. Ja, ik weet niet. Het voelt. Het is gewoon. Vooral 's avonds. Overdag vind ik het er een beetje random uitzien. Want dan zijn het gewoon vliegende blokjes. Maar 's avonds geven ze zo leuk licht, jongens. Oh. Je kan dit op meer
meerdere manieren doen. Ook met wol met daaronder een lantern en zo. Maar in dit geval vind ik dit wel een hele leuke. Omdat het altijd een beetje in die rode kleur is. En het heeft een holle onderkant. Waardoor het echt op een soort, ja, op zo'n lampionnetje, ballonnetje-achtig iets lijkt. Nou, dit vind ik wel weer een geslaagde life hack. Jongens, dit is denk ik een van mijn favorieten. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie alle life hacks leuk vonden. Laat even in de reacties absoluut weten wat jouw favoriete life hack is. En reageer even als je eigen life hack hebt. Want dan doe ik die misschien de volgende keer. Voor nu spreek ik later glaasje water, tot flesje bier. Kijk zeker ook even deze video. Want deze video is gewoon echt een hele mooie video. Het is mijn favoriete video. Dat is niet waar, maar het is wel een leuke video. Nu spreek ik later glaasje water, tot flesje bier.